Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Korps Jou. Vandaag spelen we een nieuw spel. Denken jullie wel een nieuw spel? Ja, een nieuw spel. Ik ga zo laten zien welk spel het is. Laat alvast een like achter. En ik zat een beetje te kijken van, hey, Clash Royale is leuk. Clash Royale is echt tof. Maar er zijn vast wel nog meer toffe Apple of Android spellen in de Apple of Android Store. En ik zat even te kijken. Ik zat eventjes te zoeken. Zo, dit spel, strategie. Want ik hou een beetje van het strategiespelletjes. En toen kwam ik op dit spel. En ik heb het een beetje lopen spelen. Ik heb een beetje de beschrijving lopen kijken. Ik heb een beetje plaatjes lopen scrollen. Want dat kan je op de Apple Store. Ik weet niet hoe dat bij de Android Store is. Maar dat kan je in ieder geval op de Apple Store. En dit spel leek me echt heel erg leuk. En wat het leuke is, het lijkt op Clash Royale. En ik heb een beetje de intro al gespeeld op mijn mobiel. Nu gaan we gelijk beginnen vanaf het begin op mijn iPad. En ik denk, als jij Clash Royale vet vindt, vind jij dit spel ook sowieso vet. Wil jij het downloaden? Link is in de beschrijving. Speel dan lekker gezellig met me mee. Dat zou heel tof zijn. Laat ook achter in de comments hoe ver jullie al zijn na deze video. Of over een paar dagen. Vertel, laat allemaal achter hoe ver jullie zijn. En als je het leuk vindt, laat ook dan zeker een like achter. En het spel heet What the Hen. Linkje staat dus in de beschrijving, bovenaan de beschrijving. Klik er lekker op en je kan het spel gelijk downloaden. Kom dan weer terug en dan kijk dan tegelijkertijd mee en speel tegelijkertijd mee. Dat zou leuk zijn. Het leuke is, bij Clash Royale zit ik altijd boven jullie of boven heel veel mensen met meer cups. En ik leer jullie dus. Maar nu speel ik vanaf het begin. En jullie kunnen dus ook vanaf het begin gaan spelen. Kunnen we met z'n allen kijken hoe ver we komen. Dan kunnen jullie op een gegeven moment mij tips gaan geven. Hoe beter kan, wat de beste decks zijn in dit spel. Want het lijkt heel erg op Clash Royale. Maar het is weer iets anders. Maar ik denk als je dus Clash Royale leuk vindt, vind je dit ook leuk. Nogmaals, linkje voor de Android en voor de Apple Store staat in de beschrijving. Hoef je niet op te zoeken. Gewoon lekker klikken. Kom je er gelijk. Maar, het is een beetje het is een beetje zoals Clash Royale. Je hebt kaart hier beneden. Je hebt een soort elixir bar. Maar ik weet niet hoe we die willen noemen. Het staat nog niet. Ik ben nog niet zo ver gekomen dat ze dat helemaal uitgelegd hoe het heet. We noemen het eventjes goud. We noemen het even goud, want het is geel. En je hebt kaarten en dit is bijvoorbeeld 6 goud. We noemen het even 6 goud of 6 munten. En we zetten dit in. En dit is een beetje een dikke vrouw, een boerin of zo. En ze zeggen tanks always in front. En dat weten wij al. Wij spelen Clash Royale en wij weten dat je de tanken altijd voorin moet doen. Je gaat niet archers en daarachter golems doen. Je doet de golem voorin en daarachter de archers. Dat wisten wij al. Maar we gaan verder kijken. Dit is een range, dus een soort archer. Het is een man met een baard en zonder haar. En die zetten we erachter. En hier hebben ze iemand met een hooivork en met een kip op zijn hoofd. En dit is dus eventjes de tutorial. En dat is eventjes ze laten zien hoe het spel is. Dit is dus een fighter. Een soort knight kan je het mee vergelijken, denk ik, in Clash Royale. En we killen dit natuurlijk heel easy, want dit is nog de computer. Maar ik vind dit spel dus heel erg leuk. Dus ik ben eventjes door de tutorial heen gekomen. Ik doe nu even met jullie de tutorial. Weet je er gelijk hoe het is. En dan als jullie het ook willen spelen, zou heel leuk zijn. Laat achter hoe ver jij bent. En dan kunnen we het met z'n allen gaan spelen. En als jullie dit erg leuk vinden, kan ik misschien meer video's van gaan maken. Maar your rewards is dus één dikke vrouw. Hoe heet ze? Weet ik nog steeds niet. We kunnen die uppen naar level 2. Dat is chill. Hier zit een lightning. Het ziet eruit als een lightning spel. Het heeft 5. Het kost 5 goud, munten, wat we willen noemen. We hebben nog 15 weet niet, gems is het in Clash Royale, ik weet niet wat het is, een smaragd of zoiets. En nog 8000 muntjes, dat is heel erg fijn. Dan gaan we door, hoppatee, loading. En dan komen we hierop, op dit scherm. We zijn nog level 1, dat zie je links bovenin. En je hebt chapter 1, zijn wij, en we willen proberen naar de chicken. Die zit bij level 10, dus we moeten 10 levels halen. Ze zeggen chase the chicken. Dat is prima, we komen nu tegen Big Bad Enemy. En we kunnen hier op fighten. Dit is dus mijn deck. Ik ga zo eventjes die dikke vrouw uppen. Dat is dus een soort reus. Dat is een soort een tank. En die willen we dus zeker ook gaan uppen. Wacht even. Even een slokje nemen. Oké, er komt een fighter op ons af. Dikke vrouw voor. Hoppatee. Die tank te doen. Gooien we er zelf nog ook zo'n fighter achter. En doen we zo'n kale man met een boogschutting ding doen we erachter. En nu kunnen we de lightning spel gebruiken. Dit is nog steeds een tutorial. Die gooien we hierop op dit groepie. Kills ze alle drie. Ja, ze killen het alle drie. Dus dat is een heletje in de kaart. Dat is een soort lightning spel inderdaad. Net zoals Clash Royale. Het is dus ik ga het gewoon goud noemen. We hebben nu 3 goud. Het gaat heel snel. Het gaat volgens mij tot. Gaat het ook tot 10? Ja, het gaat ook tot 10. De goudbar die gaat dus helemaal tot 10. Maar het verschil is met Clash Royale. Met Clash Royale heb je een rotatie van kaarten. Nu moet je even wachten tot je kaart weer kan inzetten. Dus dan zie je zo'n balkje. Ik laat het zo beter zien. We kunnen trouwens de bliksem naar level 2 doen. Dat is chill. Hier kan je ook allemaal kijken wat je allemaal hebt. Oh nee, ik wil even niet vechten. Ik wil het even laten zien. Dat is hier. Kijk hier. Oh, Housewife. Hoe heet ze nou? Hoe heet ze nou? Wacht, nu is deze daily chest. Je krijgt dus elke dag een gratis chest. Wow. 20 bliksem.
Dat zijn heel veel bliksems. Dat is chill. Pak even hier wat. Oh, dus gratis gems. Nou, dat zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Het heet dus hier ook gems. Top. Coins heet het hier. Coins. Chest natuurlijk. Kan je dan kopen van gems. En heb je hier de lightning. Het heet er dus wel lightning. Housewife Angela. We noemen haar gewoon Angela. Angela. Dit is Grandpa Arkinson. Arkinson. Oké, okay, Grandpa. Housewife. Special deal. Oh, hier kan je dan voor 50 munten kan je één grandpa kopen. Weet je wat? Dat gaan we gewoon lekker doen. Dat doen we gewoon lekker. Dan kunnen we die gelijk uppen. Waar kunnen we het uppen? Do you want to buy one? Nee. Voor 100 euro wil ik dat niet. Ik wil heel eens eventjes kijken waar we dingen kunnen uppen. We kunnen dat hier uppen. Dit is onze kaart. Hier zie je alle... Oh, er zijn veel kaartjes. Echt, dat zijn veel kaartjes. Je hebt hier de elfjes. Die kunnen we nog niet gebruiken. Pas een latere chapter. We zitten nog maar in chapter 1. Dan hebben we hier de dwarfs. Dat zijn hoe zeg je dat? Dwarfs? Dwergen? Nee, voor mij iets anders. Maar ik kan even niet op het naam komen. Maar hier ook een chapter 2. Dus een latere chapters pas. Deze kunnen we dus al wel vrij spelen. Maar moeten we uit een chest gaan krijgen. Dat zijn de horden. Dan heb je hier de villagers. Toppie. En dan heb je hier de robots. En dan heb je hier de spells. En wij hebben nu nog deze. Ik ga eventjes... Grandpa Arkinson, ga ik eventjes levelen up. Hoppatee, want we hebben toch genoeg coins. Dat doen we toch eventjes lekker, hoor. Doen we ook deze Housewife Anita. Zit toch... Angela. Housewife Angela uppen we ook eventjes. Dan gaan we nog een potje, hoor. En we gaan even kijken hoe ver we deze lightning kunnen uppen. Ik vind het best wel een chille spel. Dus ga ik even kijken hoeveel ik hem kan uppen. 2, 3. Oh, we gaan naar level 3. Level 40. Het gaat gewoon tot level 40. Willen we nog 2000? Ik ga nog heel veel besparen eigenlijk. Ik vind de lightning wel chill. Maar hij heeft nu toch al level 4. Die is nu zwaar overleveld. Dus daar wacht ik nog even mee. Wil ik hem nog verder uppen. Ik zie dat de muziek aanstaat. En waarschijnlijk is dat veel te hard. Dus ik doe hem eventjes uit. En ga zo kijken of ik die aan laat staan. Of in ieder geval of dat er weg gaat doen. Want waarschijnlijk is de muziek, net zoals bij Clash Royale, erg irritant. Die wil ik dat liever uit. Maar wij gaan even naar chapter 2. We komen tegen Big Bad Enemy. En ik zie dat die deze twee heeft. En ik weet niet deze. Het is Ginger Gina. Wat een naam. Ginger Gina. En Smokebutt 1.0. Oké, okay, wij gaan vechten. Kijken of die dingen erg goed zijn. Of dus niet. Wij gaan natuurlijk zien. Oké, okay, we komen weer... In de arena ofzo. We doen lekker Angela level 2. Doen we lekker in de front. Doe ik daarachter even Grandpa Arkinson. Even kijken of die wat damage kan doen. Doe ik eventjes snel deze er ook nog bij. We kunnen de lightningen. Nee, dat wil ik nog niet doen. We willen nog niet lightningen. Dat kost 5 elixir. Ik wil eerst eventjes wat dingetjes opbouwen. Hier kan je dus zien. Ik heb nu wel 10 elixir. Maar ik kan nog niet een nieuwe Anita doen. Die doet heel langzaam. In een of andere manier kan ik die pas heel laat inzetten. Die moet heel lang refreshen. Ik ga nu eventjes Angela erin zetten. Maar je ziet dus dat balkje naar beneden gaan. Als die helemaal naar beneden is, kan je hem gebruiken. Ik doe even deze erachter. We hebben nog steeds die grandpa's, die opa'tjes. Die wat damage doen op een afstandje. En Anita, Angela. Ik zeg steeds Anita, maar het is Angela. Gaat hammer. Die slaapt met die pam. Hoppatee, dat beest dood. Ik vind dat beest nog niet geweldig. Voor mij is het dan een beetje een tank. Maar was daar niet heel erg goed. En we pakken deze boy easy. Je hebt dus gewonnen als je de coach, zeg maar... Of de trainer of wat dan ook uitschakelt van de tegenpartij. Maar victory, weer gewonnen. We krijgen lekker weer een chest. Dat is fijn. En dat is het chillen bij Clash Royale. Moet je altijd wachten. Deze opent gewoon gelijk. We krijgen nog zo'n hooivork. Ik ben even vergeten hoe deze vent heet. We gaan hem gelijk uppen trouwens. Nee, we gaan niet gelijk battelen. We gaan eerst uppen. Uppen kan je hier. Nee, dat kan je niet hier. Wat doe ik nou dom? Dat kan je hier. Dit is mijn battle deck. Zo, hoe heette deze? Under Average Joe. Dus hij is ondergemiddeld Joe, heet hij. Dat is nou niet zo'n aardige naam voor onze Joe. Maar ik noem hem gewoon Joetje. Oké, okay, toppie. Kunnen we er nog een kaart erin gooien? Kunnen we dit erin gooien? Nee, level up from hero. Ah, dat is allemaal ingewikkeld. Daar zijn we nog lang niet. Wij zijn nog maar in chapter 1. Maar jongens, willen jullie dit spel ook spelen? Linkje dus in de beschrijving. Download lekker. Ik vind het echt wel lachen. Ik hou wel van dit soort spelletjes. Beetje strategisch. Nu is het natuurlijk wel best wel makkelijk om te winnen. Maar het wordt ongetwijfeld steeds moeilijker. Ik hou best wel van dit soort spelletjes. Ik doe gewoon gelijk Anita in de... ik zeg weer Anita! Angela in de front. Willen we dit lightningen? Ja, we gaan dit even lightningen. Kijken of dat veel damage doet. Kennen we dan die rare... Wat het ook is. Ik heb geen idee wat dat voor een speeltje was. Dit is een soort goblin of zo. Het lijkt erop. En iemand met een groen ding op zijn hoofd. Oké, okay, maar we pushen nu er wel heel hard doorheen. Onze Big Bad Enemy heeft best wel moeite om dit te verdedigen. Wat een dikke aanval. Dit is nog dus nog heel erg easy. Ik denk dat jullie dit ook gewoon kunnen winnen. Maar laat achter hoe ver jullie dus zijn. Als jullie al nieuwe troepen hebben gekregen. Laat het ook lekker achter in de reacties. Want ik vond dat heel leuk om te lezen. En dan kunnen we dus gewoon zelfs net als hij samen spelen. Maar even kijken hoor. Victory. Let's go. Weer een potje gewonnen. Easy mode. En weer lekker een chestje. Oh, we krijgen er maar één van. Ik dacht even dat we Grandpa Arkinson kunnen uppen. Wat wel geüpt is ons eigen level. Kunnen we ons mannetje aanpassen? Heb ik benieuwd naar. Kan dat? Eventjes erop klikken. Nee, dan gaan we gelijk even een gevechtkanker op klikken. Ja. Change name. You. Nou, 3 keer raden wat ik ga doen. Ja, jullie hebben het goed geraden. You.
Matt, bro, return, fellow, who should call you? Kunnen we dat? Oh, dat kunnen we altijd aanpassen. Oh, dat is ook heel erg fijn. Zeg, als je nou een domme naam doet, kan je dat altijd aanpassen. Ik ga even kijken of nog upgrades. Ik ga toch wel die lightning uppen, puur omdat we nu toch genoeg geld hebben en niks anders kunnen uppen. Maar we gaan even door naar de kaart. Hoppatee, level 4. Of gevecht 4. We komen tegen. Oh, wacht hier. We hebben minder power. Dit is een level 1 en wij zijn een level 2. Dus dat is wel fijn. Ze hebben deze. Wat zijn dit? Dit zijn puzzies. Zou ook vechten, ze zien er best wel chill uit. Guard Golas, deze vond ik nou niet zo heel chill. Zag in ieder geval niet heel vet uit. Maar dat is een elf dus. En die kan vanaf afstand schieten. Dit is Grandpa Arkinson, die hebben we natuurlijk ook. Dit is weer die Ginger Gina, die wil ik echt heel graag. Die heb ik echt ziek, dat is dus een tank. En dit is ook een fighter, dus Elf Presley. Oké, okay, let's go. Ik denk dat we deze boy wel easy kunnen pakken. Ik denk dat het wel goed moet komen. We beginnen natuurlijk met onze Angela. Nu zeg ik het eindelijk goed. In de back. Angela altijd in de back. En ze loopt naar de front. Zij beginnen met die andere tank. En ik vind die andere tank toch iets cooler dan Angela. Ginger Gina. Dus ik hoop dat we die snel kunnen krijgen. Ik ga gewoon gelijk een lightning pleurie. Oh, nee, dat wou ik niet. Dat was niet heel... Die had ik beter kunnen plaatsen, denk ik. In ieder geval nog snel zo'n grandpa. Arkinson, hoppatee in de back. Wachtketjes. Dit is wel fijn aan die... Aan deze twee. Die kan je gewoon heel snel achter elkaar droppen. Angela moet je heel veel lang verwachten dat die balk helemaal naar beneden is. Dan pas kan je er droppen. Maar je kan deze twee goedkopere troepen dus veel makkelijker droppen. Ik denk dat we dit potje ook wel weer heel easy winnen. Let's go. Wat makkelijk gaat het nog. Ik hoop dat het straks nog wel moeilijker wordt. Ongetwijfeld wordt het nog wel moeilijker. Dat denk ik straks. Maar dit is nog wel heel easy. Hopelijk kunnen we nou even een nieuwe troep krijgen. Want we spelen nu alleen maar met dezelfde dingen. Hopelijk kunnen we nog wel snel even een nieuwe troep maken. We gooien even lekker nog even een lightning spel op de bakkes van onze big bad enemy. En we verslaan deze boy ook easy peasy. Hoppatee. En kijk wat er in de chest zit. Weer lightning. We krijgen letterlijk... We gaan nog één potje. We gaan nog één potje. Daarmee ga ik daar video eindigen. We gaan nog één... Oh. Content is down. Downloading. Only once. Downloading en extracting content. Oké, okay, eventjes wachten, ben zo weer terug als het allemaal gedownload is. Dat duurde veel te lang, maar eindelijk is het voorbij. De downloading is complete en we komen tegen een andere boyka. Dan kijken of we hem even kunnen aanpakken. Dit moet makkelijk kunnen. Hoppatee, Angela in de back. Dat is onze vaste tactiek. Ik weet er nog steeds niet welke ik chiller vind. Die boogschutters, want die kunnen wel afstand schieten. Of deze hooivork boys. Oh nee, ze lightning hem, hè. Oeh, hij miste, dat is best wel chill. Hij miste onze Arkinson. Dus dat is heel erg fijn. Maar kijk dan, die Angela van hun is best wel sterk. Die gaat niet zo makkelijk dood. Ik ga eventjes wachten. En dan ga ik een nieuwe Angela droppen. Wacht even, oh, we spillen nu wel heel veel goud, merk ik. Nou ja, maakt niet heel veel uit. Ik doe snel dit erachter. Zo, en deze erachter. Hoppatee, dan hebben we een nieuwe Angela. Want onze Angela komt er nou even niet doorheen. En dit is het lastigste potje tot nu toe. Oh mijn god, wat komt daaraan? Oh mijn god, wat is dat voor een beer? Oh nee, het is ook nog eens range. Dit kan heel lastig worden. Snel zo'n hooivorkje erachter. Hoppatee, rennen hooivork. En deze ook. Gaan we dit lightningen? Ja, dan wil ik hierop. Hoppatee, daar raken we alles. Het was een lekkere lightning. En die grote reus is dood. En moeten we alleen nog maar E-Medis of hoe die vent ook heet. En hij was nog gewonnen. Maar dit was wel bevaard lastigste potje. Ik ben heel benieuwd hoe die dikke grote reus heet. Ik hoop dat we die kunnen krijgen in de chest een keer. We gaan even kijken. Kunnen we in ieder geval een nieuwe troep krijgen? Oh, dat is een mooiere. We krijgen 8... Oh, daar ben ik best wel blij mee. Dit is een betere chest. Waarschijnlijk als je verder komt, krijg je betere chesten. We krijgen 8... Hoe heet dat? Angela. 8 Angela's. We gaan nu even geen geld uitgeven nog. Waarom is deze egg rood? Volgens mij is die rood omdat je dan een betere chest krijgt. Ik denk het wel. Lijkt me best logisch. Ga ik eventjes Angela up en dan was dit de video. Jongens, ik hoop jullie genoten hebben van dit spel. Ik vind het echt wel een lachen spel. Ik hoop dus jullie ook. Willen jullie het ook spelen? Dan heb ik lekker gewoon een linkje voor zowel iOS als Android in de beschrijving gezet. En hebben jullie andere kaarten dan mijn kaarten gekregen op het begin? Laat het alsjeblieft achter. Ik ben heel erg benieuwd. En speel jullie lekker door. Zeg me welke chapter jullie zijn. Zeg me of jullie moeite hebben gehad met de potjes. Links dus in de beschrijving. Ik vond het een leuk spel. Als jullie het erg leuk vinden, kan ik dus vaak spelen. Jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Ik zie jullie in de volgende video. En tot dan!